Evert, zijt je nog boos op Danielle voor haar Messi-haat van gisteren? Nee, ik vond dat eigenlijk wel eens plezant zo in discussie gaan. En ik ben eigenlijk vandaag verliefd geworden op een nieuwe voetballer. Dus ik ben dat al lang vergeten, dat van gisteren. Oké, op wie dan? Moet ik dat nu al zeggen? Nee, moet je nog niet zeggen. Ze heeft me gisteren wel nog een bericht gestuurd om expliciet te zeggen... We zijn al begonnen. Ja. Echt? Is het echt? Waarom zeg je niet goedenavond, beste kijkers? Dat komt eraan. Nee, dat wel niet. Maar ze heeft me dus gisteren een bericht gestuurd om haar verontschuldigingen aan te bieden en te zeggen hij mag zeker niet boos zijn. Oké, zeer goed. We zitten vandaag in de helft. Pedro was er bij de eerste aflevering, is er nu halverwege de reeks. Ik voel me een beetje verplicht om die uit te nodigen voor de finale. Ja, als hij zo onze intro's blijft verknoeien, dan zal dat toch geen waar zijn, denk ik. Als Spanje die finale nu niet speelt, wat dan? Dan zeker niet. Dan zeker niet. Goed, twee fantastische gasten. De ene gaf al commentaar bij een geweldig sportprogramma en de andere is een semi-professionele fotograaf. Welkom Pedro Elias en Frank Raas. Wow, legend. Er is er ook maar één van gemaakt door Sven. Dat is goed. Ja, ja, ja. Wow. Een brolshow. Is dat hier? Voilà, we zijn dus echt begonnen, hè? Nu, waarom beginnen jullie niet gewoon met het begin? We moeten anders doen. Ik zou dat anders aanpakken. Frank, wat vind je van uw foto weer in onze studio? Ja, mooi, ja, ja, tuurlijk. Zeer mooi. Ze mocht iets zichtbaarder hangen, vond ik. Want ik heb gisteren gekeken en zelfs ik kon ze niet vinden. Oké. Okay. Er is toch iets mis dan. Ik vind het wel echt mooi, want normaal was dat een zwart vlak en nu breekt dat zo met uw maar foto. Maar waar staan die camera's? Die camera, dus ja. Ja. Ja, dat is ver, hè. Dat is ver, hè. Zoom eens in. Ik vind het wel een prachtige foto. Ja, dat is voilà. De bedoeling. Hè? Ja. Je hebt ons al eens afgezegd, dit WK voor Sporza. Hoe was het om daar terug te zijn? Ja, het was een prachtige locatie, hè? Bijna zo mooi als dit hier. dat is leuk. Hè? Ik ken al die mensen die daar aan dat programma werken. Ken ik allemaal, dus dat deed wel deugd om die allemaal nog eens terug te zien. Okay. En dat is een goed draaiende machine. Hè? Ongetwijfeld. Ja, die locatie, ik heb ook foto's getrokken trouwens. Dus het was leuk. Ja. Het was heel opvallend om te zien hoe ver weg hij van Jan Boskamp ging zitten. Ja, ik zat naast Jan Boskamp. En Jan Boskamp die ken ik al zo lang. Ik heb ook ooit eens een truitje van Feyenoord van gekregen met mijn naam op. En Jan, ik dacht vooraf, hij is een beetje moe. Maar tijdens de uitzending ging hij wel. En hij heeft zo'n instinct voor televisie. En hij was ook een fantastische voetballer. Ik heb dat moeten zeggen daar in de uitzending. Want de mensen zien hem eigenlijk alleen nog als komiek of zo. En een fantastische trainer. Ja. Ja, ook veel gezoet. Drie keer na elkaar kampioen met Anderlecht, drie keer op rij. Hè. Wie heeft dat ooit gedaan? Cindy Baldi? Clement. Ja, maar Genk en dan twee keer Brugge. Nee, hè? Dat klopt. En hij was toen te gast bij onze aflevering van Mid-Mid en ik zei dat tegen hem, Clement. En hij was echt een beetje op zijn tenen getrapt. Dat zei van dat telt niet. Dat was een coronatitel en was het allemaal. Ja, dat is mooie man. Ja, ja, fantastische man. Je lieve man. Als je iets mankeert, belt hij ook altijd. Hè. Ik ben nooit... Opereert aan mijn hart. Hij belde vooraf. Hoe hij het wist, weet ik niet, want ongeveer niemand wist dat ging gebeuren. Hij belde ook nadien. Ja, ja. Ik heb onlangs niet gebeld voor zijn verjaardag. En af en toe gaan wij eten. Hè. Dus altijd fijn. En soms zijn zijn zonen er dan bij, plots. Oké. Ja, dat is leuk. Ja. En Filip is daar ook wel eens bij. Ja. De vorige keer dat je hier zat, hadden we net gewonnen van Canada. Toen zag de wereld er nog helemaal anders uit. Ja, we hadden gewonnen. Hè. Dat was ook eigenlijk alles wat we gedaan hadden die avond. En onze beste wedstrijd hebben we niet verloren, maar gelijk gespeeld. Uitgeschakeld. Ik had niet gedacht dat we de tweede ronde niet zouden halen. Echt. Maar toch, ja, het was niet goed genoeg. Hè. Alleen het laatste half uur ongeveer, zal ik zeggen. Tweede helft. Dan is er echt wel goed en ja, driftig naar voren gevoetbald. En het had kunnen gebeuren, hè, punt aan de lijn. Maar ja, absoluut. Al bij al. We hadden het misschien ook niet meer verdiend. Hè? Nee, wat zeg je? We hadden het misschien ook niet meer verdiend op basis van die eerste twee. Nee, maar ja, er zijn nog ploegen onverdiend doorgegaan. Polen, Zuid-Korea was ook niet echt overweldigend. En ja... Daar gaan we het zeker nog over hebben. Pedro, dag, hoe gaat het met u? Slecht. Ja, je zit hier op een rare plaats. Ik voel me niet lekker. Zo dicht bij mij. Ja, nee. Ja. Maar, dus ik ben naar een hamburgerrestaurant gegaan. Ik ga niet zeggen welk, maar ik voel me niet lekker daardoor. Het ging heel snel. Ja, en ik heb wat hamburgers ad fondum gedaan. Dat is nooit een goed idee. En eerlijk, Frank zit eigenlijk op mijn plaats. Ja, het is... En hij is natuurlijk een legende, dus ik heb mij erbij neergelegd.
Maar ik voel het niet op die manier. We zullen tijdens het eerste reclameblok bladsteen schaar doen voor te wisselen. Dat is dezelfde zetel, maar alleen maar groter. Hè? Ik vind het raar. Maar ik heb een request. Okay. Ik zou mij heel graag tot de Mexicaanse wereldkampioen Canelo Alvarez willen richten. Die de Messi boxer. Met de dood heeft bedreigd. Omdat hij met de Mexicaanse vlag zou hebben. Hij heeft zich vandaag geëxcuseerd. Ja. Ik zou even iets willen zeggen tot deze kampioen. Is dat mogelijk? Daar is de camera, denk ik. In het Spaans wel, hè? Canelo, te digo una cosa. Si nos cruzamos en la calle, te pego la hostia de tu vida. A Messi no se toca. ¿Me oyes? Voilà. Voilà, hij zegt, aan Messi raak je niet. No se toca, ja. Top. Klopt dat? Dus ik hoop dat deze wereldkampioen boksen mij nooit moet tegenkomen. Liefst. Ik hoop het echt voor hem. Hè. Is hij nu de beste bokser van dit moment? Ik heb momenteel niks gunstig te zeggen over Canelo. Maar ja. Ik begrijp niet dat je als wereldkampioen een voetballer bedreigt voor heel de wereld. Ja, en dan nog onterecht. Hij heeft een verkeerde foto daarvan gezien. Ja, ja. Ja, want dat is ook zo de nieuwe realiteit. We hebben de beelden aan gezien. Hij doet zijn schoen uit en tikt de vlag aan. Oké, je kunt de vlag wegleggen, maar... Ja, maar de Canelo, de bokser, zou een andere foto gezien hebben van iemand die dat fakte. Hoe kunnen nu een voetballer met de dood bedreigen? Dat is ook waar. Over Argentinië. Ik heb dat wel eens gedaan, denk ik, in een opwelling. Ja, maar was dat Olivier de Schacht? Nee, ik gok maar. Hè. Nee, Oli, dat was niet Olivier de Schacht. Nee, maar dat is een toffe kerel. Sowieso, man. Over Argentinië en vechten gesproken. De Argentijnse voetbalbond heeft de harde kernen van Boca Juniors laten overvliegen om meer sfeer te maken alleen in het van stadion. Boca. Ja. Niet van River Plate. Nee, want die zijn herkend op de beelden. Het zijn echt die van Boca. Ja, die van Maradona. Dus. Heel blauw. En tot nu toe werd er niet gevochten in de stadions in Qatar, omdat iedereen toch wat schrik had van wat er dan zou gebeuren. Maar bij Mexico-Argentinië is er dus wel gevochten met die harde kern van Boca Juniors. Dat was de eerste keer die 2K. Ja. En die harde kern van Boca Juniors is nu op een vliegtuig gezet naar Canelo Alvarez om met mij in te wegen. Dus het is een straatje zonder einde voor de roodharige bokser. Ja, vanaf 12 december begint een nieuw tv-programma, Patiënt Pedro. Ah, ja. Dat was eerst een podcast, ja. Nu een tv-programma. Ja. Wat mogen we verwachten? Ik vind dat heel moeilijk om daarover te praten, omdat dat is een documentaire waarin ik mij anderhalf jaar lang heb laten volgen door twee geweldige documentairemakers, Bart Laurens en Anne Dieudonné, van bij Woestijnvis. En ik ga een beetje de strijd aan met mijn angsten, omdat het toch redelijk belastend was. Maar ik vind het fijn dat ik erover mag praten, maar ergens is dat niet de containercup, dat wil ik graag van de daken schreeuwen. Dit is gewoon een heel mooie docu, waarvan ik hoop dat mensen ze gaandeweg ontdekken. Maar en is dat dan omdat je daar kwetsbaarder bent? Intiemer. Ja, maar ik weet uiteraard wat we gaan uitzenden. Ik ben ook goed omringd door makers die mij beschermen tegen mezelf. Maar belangrijk. Het is gewoon iets, net zoals mijn podcast, iets waarvan ik ben er fier op, maar ik heb ook zoiets... Mensen zullen het wel ontdekken en vinden en ik hoop dat ze er iets aan gaan hebben. Oké. Okay. Okay, allemaal kijken vanaf 12 december. Je hebt het zelf al gezien, de eind. Zeker, maar het is zo een boutade misschien, maar het is het beste programma dat ik al heb gemaakt, dat ik niet heb gemaakt. Ah, ja, ja. Ik ben de patiënt. Je kunt niet als tv-maker en patiënt u laten volgen. Dus hebben wij van meet af beslist, ik ben de patiënt. Maar je hebt in de montage geen zeg gehad. Nee. Dus er zijn stukjes die je eigenlijk liever... Nee, zeker niet. Okay. Ik sta helemaal achter. Het is gewoon een rare... Oké, je wilt er niet over praten. Jawel. Dat is super lief. En ik denk dat angst... heel wat mensen hun leven beheerst. Ik denk dat heel relevant is. Ik heb heel veel respons op die podcast gekregen. Dus ik ben er klaar voor. Maar het is gewoon een raar gegeven om een documentaire te promoten. Zo. Ja. Dat vind ik zo wel een rare. Ik snap het. Maar het is heel lief dat je het vraagt. Ja. Jij voorspelde in de eerste aflevering dat Mexico wereldkampioen ging worden. Zijn daar beelden van? Ja. Maar we gaan ze niet geven. Ja, Mexico. Maar dan had ik plots iets tegen Canelo Alvarez. En dan heb ik mijn lange arm ingezet. Hè. Maak ik een opmerking? Ja. Ik zit naast een geweldige Messi-fan met CR7. Ik moet kijken. Ja, ik wist het. Kunnen daar niks aan doen? Dat moet ik schaam mij daarvoor. Maar ja, als je een weddenschap verliest, moet je op de blaren kunnen zitten. Hè. Maar van mij mogen we het nu wel echt afdoen. Ja, hè. Je moet dat gewoon weg. Maar gewoon één dag. Hè. Je moet dat toch afscheren? Ja, maar het was tot op mijn schedel. Dus ik wou een paar dagen wachten tot er terug wat dons... Schilderen dan? Gewoon. Ja, er hebben mensen... Smoot ik ben allergisch aan u. Je zit hier gewoon te nieuwen in mijn nek, joh. Ik lees dat en ik voel gewoon een soort... Het raar is, ik geloof dat. Nee, maar dat zegt. Moet ik het nog eens doen? Nee, ik ga niet op commando niezen.
als ik dat iets met Ronaldo zie, moet ik kniezen. Ja, ik zie het tegen Ronaldo. Het probleem is, ik ben ook compleet ongeloofwaardig als ik hier lig te babbelen over Messi nu. Dat begrijp ik. Nee, want ik heb gisteren gekeken en ik moet zeggen, met Mondial, dat is een tof programma. Het ging er heel fel aan toe. Ja, hè? Het was fel. Ja, wat was vond dat allemaal? Een beetje te agressief. Mag je dat zeggen? Je mocht alles zeggen. Voetbal. Er werd bijna gevochten. Ja. We moeten inhouden om hier nog wat olie op het vuur te doen, want ik denk dat toen... Je hebt dan vlug reclame gegeven, hè? Ja. En dan hebben ze gevochten. Maar ik zat thuis ook te daveren van, wat gaat daar aan? Het was een pittige televisie. Al die andere shotcasts, dat is mainstream, maar dit is the real stuff, hè. Frank, hoe kunnen wij u boos maken? Mij? Ja, iets over die koppers. Om hier ook zo een spraak Maradona maken, is niet de goat. Iets over die koppers. Nee, daar kan ik niet kwaad van worden, hè. Want je hebt die koppels daar net backstage op dezelfde hoogte als Pelé gezet, hè? Niet ongeveer, maar hij heeft ooit eens gespeeld tegen de ploeg van Pelé en hij maakte wel het mooiste doelpunt, terwijl ze met 1-10 verloren. En was hij in de film Escape to Victory? Nee, dat is iets anders. Dat is iets anders. Daar gaan we het zelfs misschien nog over hebben, maar ik moet onze sidekick voorstellen. Dennis, welkom Dennis. Ah, Dennis. Dennis. Goedendag. Dat is de eerste die klapt voor mij. Dank je, Pedro. Tuurlijk. Dank je. Het zijn interventies. Lang leven, heel vriendelijk. Ja. Heb je al iets voor ons? Ja, ik heb iets voor jullie. We hadden het over Messi. Ja, mooie achtergrond. Hè. Dat is gewoon mijn echtgenote. Ze staat weer klaar. We hadden het over Messi gisteren. Er was veel om te doen. En niet iedereen is fan van Messi. Maar de spelers van Australië die zijn dat blijkbaar duidelijk. Want na de match wilde elke speler van Australië, of zo goed als elke speler, die wilde een foto met Lionel Messi. Ik weet niet of jullie dat oké vinden of niet, na de match op de foto gaan. Het is hetzelfde als een shirt wisselen, maar dan wat toffer zeker. Ik zou voor de match meer not done vinden dan na de match. Ja, voor de match zou heel raar zijn. Er zijn weinig problemen mee. Ja. En tijdens de match zou het nog vreemder zijn. Dat is al gebeurd in andere sporten. Vooral als je verloren hebt, kan dat wel. Hè? Stel jullie voor dat ze gewonnen zouden hebben, zouden ze dat ook gedaan hebben? Nee. Dat zou Messi het niet gedaan hebben, denk ik. Dan zou Messi niet buiten zijn gekomen, denk ik. Okay. Jij had het daarnet even over de GOATs, hè, hoe we Frank kwaad zouden kunnen krijgen. Volgens Evert is dat Messi, volgens Pedro is het ook Messi. Maar als je die cijfers naast elkaar zet van wat ze op een WK hebben gedaan, dan is dat akelig gelijkaardig. Alleen heeft Maradona iets minder WK's gespeeld dan Messi. Ja. Even voor de luisteraars, bijzonder veel stats die hetzelfde zijn tussen Messi en Maradona. Ja, evenveel kansen gecreëerd eigenlijk, evenveel touches in de 16. Messi heeft 1 goal en assist minder dan Maradona in totaal en ook een aantal dribbles is bijna gelijk. Volgens mij heeft Maradona wel 1 WK meer gewonnen. Heeft er 1 meer gewonnen, dat is waar. Dat is belangrijk. Ja. En Copa America? Dat weet ik niet van buiten, maar... Heeft Maradona Copa America gewonnen? De vraag is, kan Maradona nog iets veranderen aan die statistieken? Nee. Kan Messi het doen? Ja. Maar Maradona is toch een WK-speler geweest ook. Ja, maar ik hou van... Maradona heeft ook nog eens de finale gehaald. Dat heeft Messi ook al gekund. En Maradona was gevraagd in 1978, toen ze wonnen, mocht hij niet mee van de vedette van de ploeg toen, Passarella en zo. Ja. En Kempes en ook... Mario Kempes. Maar hij mocht niet mee, want hij had wel meegespeeld in aanloopwedstrijden. Maar hij was toen nog piepjong. En anders had hij ook 5 WK's of zoiets gehad, zeg. Okay. In mijn auto, ik ben een Messi-fan, maar er kleeft een sticker van Maradona op mijn dashboard. Terecht. Dus voor mij is dat de tweede GOAT. Nou, is een fantastische speler. Ja. Allebei top. Heb je hem ooit geïnterviewd? Nee, maar ik heb hem wel eens aangeraakt. Ja. Ik was op een wedstrijd. Wacht. Dat klinkt wel. Zouden dat wel zeggen? Verdacht. Dit wordt opgenomen. Nee, maar ik had mag ik het uitleggen. Evert is van uw haar. Mag hier zitten, dat mag. Je hebt hem aangeraakt. Ja, maar dat was op een persconferentie na de wedstrijd. Bayern München, of nee, Stuttgart. Stuttgart tegen... En Arie Haan was trainer van Stuttgart, weet ik nog goed. Een persconferentie en stamp vol. En hij verliet dan het sprekersstoelte, zou ik maar zeggen. En ik stond daar te wachten tussen veel. En ik heb dan even zo gedaan. En ik heb Messi aangeraakt. Snap u. Maradona. Maradona, sorry. Ja. Maradona. Ik zou dat ook doen. En die zegt echt zo... Want die moest zich altijd mogen we zeker niet zeggen op die spelers die een foto nemen, toch? Nee, maar omdat hij moet zich altijd tussen de massa doorwurmen. Hè. Ja. Dat is bekend bij Maradona in die ook topspelers. En Maradona die had charisma dat Messi misschien niet heeft. Maar iedereen werd naar Maradona toegezogen, overal. Hè. Als hij een perstribune betrad... Ja, de rest bestond niet meer, de wedstrijd die gespeeld werd. Frank, je suggereert dat Messi niet zo charismatisch is. Ja, minder dan Maradona. Zeker. Ja. Maar Maradona? Ja. Allee, trouwens, ik heb even opgezocht, dan heeft nooit de Copa America gewonnen, Maradona. Okay. Maar Messi wel. Dus... Messi wel. En Messi heeft de snelste neurotransmitters ter wereld. Ja, dat is toch charismatisch? Dat hebben ze toen... Dat heeft niets met charisma te maken. Neurotransmitters. Nee, maar dat hebben ze niet gemeten bij Maradona. Wat zeg je? Dat hebben ze niet gemeten met Maradona, dat bestond toen nog niet. Die was meestal
onder invloed, denk ik. Ik snap, met zo een iemand aanraken, ik vind dat ook een wereldster. Nee, maar gewoon, en passeren. Ik heb Messi ook ooit aangeraakt. Nee. Ja, Messi aangeraakt. Ja, zeker weten. Jaloers op. Op een persconferentie naar aanleiding van de Champions League finale tegen Man United op Wembley. Allee. Toen, waarin hij scoort. Ja, was ik in Barcelona op de laatste persconferentie voor de afreis. Goeie beelden van, die kunnen we misschien deze Mid-Mondiaal nog daar eens geven. Daar zijn inderdaad beelden van. Evert zijn haar was nog legendarischer. Ook in het passeren aan zijn schouder. Nee, maar toch. Zit hier in de studio met iemand die Maradona heeft aangeraakt en iemand die Messi heeft aangeraakt. Ik heb Messi doen lachen. Ja, dat heb ik gezien. Dat is echt, dat filmpje echt gebeurd. Heb ik gezien. Ja, ja. Zat hij in de containercup ook? Nee. We zijn, dankzij Rick Verheij kon ik naar Club Brugge gaan tegen PSG. Ja. En hij kwam, we stonden hem op te wachten. Hij kwam uit de catacomben. We stonden op het eerste. En er stonden een aantal Argentijnen naast mij. Leo, Leo. Maar hij keek niet. Leo. En dan riep ik, soy de Rosario. Ik dacht, ik ga zeggen dat ik van zijn geboortedorp ben. Rosario, ja. En hij draaide zich om en hij lachte. En dan zag je hem duidelijk iemand van de melkmarkt in Antwerpen. Maar daar ben ik fier op. Zo. We laten de volgende keer die beelden zien. Ja, ze zijn Evert. Ja, prachtige beelden. Ja. Maar de Rode Duivels zoeken een nieuwe bondscoach. En Pedro, jij hebt een suggestie daarvoor. Nee, ik heb geen suggestie, ik heb het antwoord. Het lijkt niet onderbouwd. En het is niet onderbouwd. Hij is geen sympathieke mens. Hij heeft zijn verleden tegen. Topshotter is hem nooit geweest. Charisma ook niks. Charisma niet. Heel snel een neurotransmitters. In een café groot geworden. Ja, maar jullie zijn de kenners. Ik ben een onnozelaar hier. Ik besef dat, maar Wesley Sonck. Wesley Sonck is de coach van de U18. Wat heeft België nodig? 19. Maar. U19, sorry. Doorselecteren. Wat heeft België nodig nu? Ja, jong bloed. Die de jeugd kent. Ja. Jong bloed. Wie is er nu al jaren coach van dat jong bloed? Wie wordt gerespecteerd door dat jong bloed? Gooit gewoon, allez, met alle respect voor de oude garde. Maar ik denk dat het stationneke opschuiven. Ik denk dat het voor iemand als Wesley heel goed zou zijn om misschien T2 of T3 te worden onder een iets meer ervaren coach en zo wel in te stromen op het volwassen niveau. Dat denk ik. Dat wel. Vind ik al tof dat je mij niet belachelijk maakt of zo. Nee, dat lijkt maar heeft Wesley daar zelf al op gereageerd, op uw suggestie? Ik ga het gewoon zeggen, het is een primeur, maar wij zijn vandaag naar een bond gegaan met twee. Ja, dus... En deden ze open? Nee. Dan zijn we teruggereden naar een hamburgerrestaurant. Nee, maar Evert, elaboreert dat eens. Maar het zou zeker... Je hebt altijd in je staf iemand nodig die dicht bij de speler staat en liefst dicht bij de jonge spelers. En die rol kan Wesley op dit moment zeker vervullen. Jacky Matthijssen. Staat ook bij de jongen. Ik zie aan je bent aan het verdelen en aan het heersen. Nee, maar hoe ik Wes ken en hoe hij daarover praat, is toch dat hij daar geen zin in heeft. Nee, je gaat dat nog niet doen. Weet je dat niet? Zijn. Ik denk, als hem dat vraagt... Frank, zou hij het kunnen? Hij zou het kunnen. Uiteraard. Zie, als echt? Als je de containercup kunt Nee, maar even voetbaltechnisch. Nog als grote baas nog niet. Ik denk eerst T3 of zo worden. Ja. Dat kan wel. Want Wesley zegt altijd tegen mij dat ik niks van voetbal ken. Ja. Nee, dat klopt. Dat bewijst je nu wel. Dat is ook, waar. Je gaat ook wel de hulp moeten hebben van Courtois, De Bruyne en Lukaku. Tenminste, zij gaan blijkbaar inspraak hebben in het proces van het aanstellen van de nieuwe bondscoach. Maar hoe kan dat nu? Maar wat is inspraak? Ja, dat is toch super logisch? Ja, dat vind ik onlogisch? Ja, dat vind ik vrij onlogisch. Maar dat is toch raar? Want dan spelers moeten dan niet beslissen. Garden, alleen die drie, hè? Die drie. Dat zijn topkerels. Dat zijn er toch de drie waarvan we alle drie hopen dat ze er volgend WK nog bij zijn. Ja, en dan gaan die hun eigen coach kiezen, dat is toch raar? Dat is heel raar, hè? Dus dan ga ik ergens solliciteren en ik kies met een eigen baas. Ja. Je kunt toch niet de macht aan de spelers geven? Zij zitten er al, Pedro, ze moeten niet gaan solliciteren. Nee, dat is waar. Als er een nieuwe baas van Woestijnvis moet komen, is het dan raar dat ze de belangrijke pionnen van Woestijnvis raadplegen? Als er zal ik het zijn. Die gesprekken die lopen, het probleem maar ik is kan daar niet op vooruit lopen. Dat dan een gevaarlijke move is voor als het dan niet meteen loopt. Maar het gaat over inspraak? Of het gaat, inspraak. Zij mogen niemand voorstellen. Ze hebben niet de eindbeslissing. Ik heb alleen gelezen dat ze inspraak hebben. Kunnen we een rondje doen? Gewoon, we moeten nu een bondscoach kiezen. Nu, vandaag. We moeten nu bellen. Naar wie belde jij? Naar Louis. Louis. Die zegt, Truus, wilt niet, doei. Oh, ja. Ik interim 3 maanden, 4 maanden, Jacky Matthijs. Jacky Matthijs, oké. Okay. Ja, ik heb het hier al gezegd, Gert Verheijen. Die doet dat niet. Okay, sorry. Hij zegt Wesley Sonck. Wesley Sonck en Amy Sonck, want dan moest ik erbij zeggen, dat weet Wesley nog niet. T2. T2. Ik ben al meer fan van uw idee. Alsjeblieft. Maar ik bel wel naar Zidane. Okay. Jij belt nu naar... Zizou. Dat vind ik een goede keuze, zeg. Direct weggespeeld gewoon. Wesley, Zidane. Morgen gaat hij met Zidane naar de bond. En Titi Henry? Nee.
Ik denk dat nee, ik denk niet dat dat gaat werken. Maar nee, hij is ook niet gemotiveerd. Ik denk, T2 mag hij blijven, maar T1 nee. Hij heeft het nog niet kunnen bewijzen. Hè. Is en volgens Monaco... mij niet workaholic genoeg om dat te zijn. Nee, ik denk dat hij veel liever daar bij Sky zit en zo. En... Het wat mij opvalt aan jullie... Nu klinkt het alsof ik zo ga zeggen, jullie zijn allemaal... Oei. Nee. Nee, zeg het. Niemand kiest voor een huidige speler die van speler naar trainer gaat. De Bruyne dan, spelercoach. Wij vissen niet in de vijver. Allee, dat kan dat ze nog zo lang mogelijk speler zijn, zou ik zeggen. Maar wie gaat er niet meer mee doen? Dries Mertens. Ja, die moet je niet in die bondscoach willen maken. Nee? Nee. Maar ik heb... als we het over de actua gaan hebben, want daar is hij kapt. Dat is heel resoluut, hè. Amai, er is... Nee, dat was wel afkappen. Dries Mertens bondscoach. Nee, Dries, ziet jij het zitten om bondscoach te worden? Want hij kijkt altijd. Ja, respecteer hem en vraag het hem. Ik zie hem normaal gezien woensdag. Ik ga het zeker vragen. Kun je nu bellen? Ik kan ook nu bellen. Kun jij nu bellen? Ja. Ik weet wat jij willen doen. Nee. Kun hem bellen en vraag het, dan weten we het. Tijdens de ik ga beloofd in deel 2 bellen, dan kan ik hem eerst sturen dat hij moet oppakken. Ja. Goed, anders gaat het misschien saai te liggen. Okay. We hebben samen naar Engeland-Senegal gekeken. Het was 3-0. En ik moet zeggen, wij zijn absolute kenners. Jullie wel. Van ons tikje, Frank? Ja, 2-2, verlenging en penalty. En wie wint ze dan? Engeland. Ik zeg 1-3, Senegal wint. Maar niet penalty, gewoon 1-3. Na 90 minuten. Ja. Ja, dat kan. Ja, of 1-3 na 60 minuten en blijft zo. Ja, ja. In Engeland, snap kan in de home, jongens. Ah, goed gedaan, Bellingen. We hebben dat. 1-3, zeg. Nee, dat vind ik echt saai. Dat is goed, maar ik heb die. En nu, ja. En nog that's football, it's coming home. Ik zei het toch. Ja, jongens, Engeland kwam nauwelijks in de problemen. Maar wat was jouw pronostiek ook weer? 2-2. En penalties, hè? En penalties. Ik had dat is eruit geknipt. Ja, dat is eruit geknipt. Het lijken tot nu toe, de achtste finales lijken wel een beetje op oefenwedstrijden. Het gaat te gemakkelijk. Het is saai. Ze zijn niet beklijvend. Nee. Voetbal is aan een revolutie toe. Dit lag wel aan Senegal en niet aan Engeland, toch? Nee, en de speler waarop ik verliefd ben geworden is toch Bellingham. Ja, dat kan ik niet meer onderuit. Die sterk, ik heb helemaal aan het begin van het toernooi een beetje gespot met de Engelsen, maar die Bellingham is toch wel een geniale voetballer. Hij heeft toch echt alles? Ja, ik zie hem graag. En jong. Waarom staat er dan CR7? Dat komt nog. Bellingham. JB10, dat komt nog. Hij heeft nog een broer, hè? Wow. Blijkbaar. Ja, en die zou zo gezegd beter zijn. Ja, dat is zoals de broer van Hazard. Ook Job of zoiets, ja. Hoeveel kost Bellingham nu, als je die wil halen? 130 miljoen. Ik heb het gelezen. Wat dat? Ik zou het altijd leggen, moest ik het hebben. Maar je zegt geen WK-inflatie. Dat moet nog bevestigd worden. Hè? Ik denk dat hij de afgelopen jaren wel bevestigd heeft. Ja. Dat hij, dat ik heb een leuk weetje. Weten jullie waarom hij met nummer 22 speelt? Mignolet? Ik weet niet. Jordan Mineen. Zijn favoriete jeugdcoach heeft tegen hem gezegd... Een tip. Favoriete jeugdcoach heeft iets tegen hem gezegd. Dat is geen tip, want dat had al gezegd. Hij heeft de kwaliteiten van een 4, een 8 en een 10. Wauw, dat vind ik tof. En dat heeft hij omgezet. Dat heeft hij altijd onthouden en daardoor speelt hij met een stof. Dat maakt dat ik hem tof vind. Maar dat is waar. Hij zou volgens mij ook centraal achterin hij zou alles kunnen spelen. Echt alles dat kunnen. Is echt waar. Ja. Wat me wel opvalt aan de Engelse nationale ploeg is veel privéproblemen. Ja. Ben White is naar huis. Sterling is tijdelijk naar huis. Ook privéproblemen. Ingebroken. Hè? Daar zou ingebroken zijn. Ja, maar mannen, dat is nu toch logisch? Ja. Alle inbrekers weten dat die allemaal in Qatar zitten. Tuurlijk. Ja, en het is toch ook een plaag in Engeland. Dus je moet eigenlijk een dubbelganger naar het WK sturen en zelf thuis blijven. Maar het draait vaak rond de horloges. Hè? Dus je mag op Instagram niet te veel patsen met welke horloges je aan hebt, want daar zijn ze echt naar op zoek. Maar ze vermoeden wel dat die rijk is, hè? Ja, die heeft er zonder patsen. Zonder horloges is ze dat ook wel. Ja, maar horloges kunnen ze rap verhandelen, maar, dus die heeft waarschijnlijk een collectie. Maar in Zuid-Amerika zijn er al veel spelers ontvoerd en zo. Dat is daar wel redelijk heftig. Cavani is in Napels ooit een carjacking. Ja. Hamzik ook. Hamzik ook. Bij Napoli ook. Ik dacht dat Cavani was, maar het kan ook Hamzik zijn. Alleszins de dag nadien stond zijn auto terug voor zijn deur. Ja. Want de maffia had door. Oei, we hebben van de verkeerde auto. Hem, Hamzik hebben ze doen stoppen en alles. Ja, die is horloges en zo kwijt. Sterling is teruggevlogen naar Engeland. Ja, dan vrees ik dat zijn familie erbij zal betrokken geweest zijn. En dan wordt het wel zeer ernstig. Maar hij weet nog niet of hij zal terugkeren. Ja, dat vind ik wel. Er waren toch ook twee Arsenal-spelers die ooit vochten met iemand die een auto wou stelen of zo. Ja. Daar niet bij toen. Ja. En René van der Gijpen ook ooit aan zijn huis. Ik heb een vraag.
praten jullie soms ook over voetbal? Ja, en dat gaan we zeker doen in deel 2. Nee, maar Marcus Rashford. Frank, weet je dat Evert hier gisteren zei dat hem u nog altijd het liefste zou doen als commentator bij de Rode Duivels? Zeg, dat is niks, man. Goh, dat is niks. Ik tel dat niet, hè. Zeg dat gewoon van Antenne. Zou ik niet van u ook iets goeds zeggen? Evert, zeg het maar. Nee, dus dat is echt waar. Ja. Als ik aan de Rode Duivels denk, dan denk ik aan Frank Raas. En dat blijft voor mij nog altijd de commentator die mij het meest kon meenemen in dat gevoel van de Rode Duivels. Er zijn heel veel commentatoren die heel veel over voetbal weten en technisch heel goed zijn en heel mooie verhalen kunnen vertellen. Maar Frank die kon daar een extra emotie in leggen. Ik kan het niet uitleggen, het is een gevoel dat ik had. Ja, ja, ik mis dat, nog altijd. Misschien moet je op de site van Play 4 regelen dat mensen zo op de play-knop kunnen duwen en dat hij dan live commentaar geeft over de match. Ja, ja, maar de Rode Duivels liggen er wel uit. Kunnen we geen hologram maken van Frank? Altijd in de zetel. Zoals. Bühne! Gewoon. Maar ik heb ook de nog Frankinator. Ik heb ook nog andere woorden gezegd. Zeker, zeker. Ik kan u niet reduceren, maar ik heb ook heel veel respect voor de huidige generatie. Ja, ja, ja. Ja, ik maar ook. Voor mij is dat de soundtrack van mijn jeugd. Ja, ja. Mijn papa leefde nog, alles was nog goed. Alles kon nog. En nu... We hadden nog een gouden generatie. Ja. Ja, ik Absoluut. Heb hem een shirt van Extra Time gegeven. Kijk, want voor mij, ik kan er niet meer in, maar hij wel. Voilà. Frankrijk won van Polen. En dat Polen eruit ligt, vind ik niet zo erg, om eerlijk te zijn. Nou, het is een matige ploeg, maar ze hebben daar in de eerste helft een driedubbele kans gehad. En voor de wedstrijd en voor ons entertainment zou het fijn geweest zijn dat ze hem binnengetrapt hebben. Maar het is voor het WK geen groot verlies dat ze weg zijn, toch? Ze hebben weinig laten zien. Nee, dat is een heel zwakke ploeg. Het is onwaarschijnlijk dat ze nog die reuze kans krijgen. Varane pakt die van de lijn, maar voor de rest was die ploeg. Ja, dat is echt niks. Ik vind dat erg voor Lewandowski. Ja, ik wou net zeggen, hebben jullie medelijden met Lewandowski? Nee? Dat is onze spits bij Barça. Maar als je penalties op die zo manier trapt, met dat aanloopje, dan krijg je een kansing. En dan doe je dat nog eens, dan houdt het op bij mij. Wie doet dat nu? Maar het is wel mooi, de laatste bal die jij ooit zal aanraken op een WK is zit erin. Dat is Amai. Wel mooi. Dat is dan wel weer mooi. Zalig, Lewandowski, topkerel. Maar dus jij bent niet echt de fan van Lewandowski, ja, maar toch wel van Barca? Nee. Ja, nee, nee. Oh, nee. Ik vind, dat is onze spits momenteel, dus ik hou van hem per definitie. Maar de wereld kijkt mee, loopt zo niet aan van een penalty. Ja, het is echt mode, hè. Ja. Maar trapt hij niet bij Bayern München ook zo? Ja. Okay. Frankrijk komt wel echt uit. Ja, tuurlijk, ja. Mbappé is een cheatcode aan het worden. Als die zo blijft, als die zo blijft afwerken... Vals spelen. In gaming industrie. Korte hoek, verre hoek, de manier waarop bijna alle twee perfect een echte cheatcode, in de kruising. De cijfers zijn ook zot van Mbappé eigenlijk. Hè. Hij heeft 11 WK-matchen gespeeld, 9 keer gescoord. Hij heeft nu al evenveel WK-goals als Messi. Heeft er nu meer dan Ronaldo, Maradona, Suarez, Neymar, Henry, Rivaldo, Kempes. Ja, is... Eén meer, hè? Maar hij staat nog heel Eén ver meer dan Ronaldo, maar meer dan... Hij is ook nog maar 24. En de jongste die zoveel goals had, was Pele. Hij heeft Pele nu voorbij. Maar hij heeft nog veel minder goals dan Giroud en co. Hij zit echt hier. Maar ik zie hem Giroud inhalen, terwijl Giroud nog shot. Hij heeft 33 goals al, hè? 33 al. Ja, Giroud zit aan 52. 52? Maar ja, maar dit tempo? Ja, maar er kan eens een winter komen ook, hè. Hey, en hij staat eigenlijk nog altijd aan de buitenkant. Hè? Ik vond, zeker in het begin van de wedstrijd kwam hij heel weinig in de zone van hij de waarheid. Nee, maar hij is ook op zijn best op deze manier. Maar hij gaat ooit normaal een diepe spits zijn. Centrum. Nee, dat is waar. Maar hij bleef uit de 16 meter. Als, dat normaal als hij ouder wordt... Hij moet iemand hebben die de aandacht afleidt. Giroud dus. Giroud is ideaal. Hij gaat zoals Ronaldo evolueren. Hij gaat richting die spitspositie evolueren als hij ouder wordt, toch? En dan gaat hij een echte nummer 9 worden. Maar dan moet hij speelt ook hakjes. Bij PSG in de spits. Ja, vaak. Stoppen met hakjes als je voorstaat. Ik vind dat een vervelende figuur. Ja. Ik vind dat hem dan afleren is, precies. Hij heeft het vandaag... Twee, drie keer gedaan. Ja, drie maar hakjes keer vind ik niet... Wat hij heeft één hakje echt gemist. En dat vind ik, hakjes vind ik niet aan betaald. Nee, maar is er iemand die wil dat Frankrijk wint buiten de Franse bevolking? Sam Kerkhoff. Wereldwijd. Echt? Ingerke. Als hij dan is mijn favoriete speler, all time. Ik heb wel erg iets met Frankrijk. Frankrijk kampioen. Ze hebben toch het meest overtuigd al van alle landen. Dan heb je de match van Spanje niet gezien. Ja, één match. Maar ze hebben een waanzinnig goede ploeg. Maar... En dan missen ze nog een halve ploeg. Hè? En topploeg. Hè? Het is toch
2018 ook nog. En ik ga het verhaal van de vakanties blijven vertellen. Ik voel mij daar nooit aanvaard als ik in Frankrijk op vakantie ga. Dus waarom zouden we willen dat die winnen? Ik wil maar 2018 dat is eigenlijk ook een mooi verhaal. Ja, maar Frankrijk is toch een fantastisch land om op vakantie te gaan. Ja, maar ik voel mij daar nooit aanvaard. Ik voel die nooit vriendelijk tegen mij. Wie is dat dan nu dan? Ja, je hebt CR7. Wij gaan even een boodschap richten tot Frankrijk. Oei. Dat ze je moeten aanvaarden, daar is de kamer. En François, allez, even. Dat ga ik, even. Ik ga dat instuderen. Acceptez et faire, s'il vous plaît. Il vient tous les étés, il vient consommer et vous l'acceptez pas. Donc, le peuple français. Faites quelque chose pour Ever. Ja, tegen de finale zal ik een statement voorbereiden. Voilà, ja, maar nog even zeggen, hij kan zijn snelheid meer ontwikkelen als hij van links komt. Ja. In de spits moet hij ook targetman en zo zijn. Nee, hij moet daar vandaar komen. Hij heeft ook geklaagd bij PSG. Dat er geen type Giroud was. Nee, maar dat is hij ook niet. Hè. Maar Platini bijvoorbeeld, die ook veel goals gemaakt, die speelde ook niet in de spits. Hè. Wel centraler, maar dat hoeft niet. Hè. Zou wij een GOAT kunnen worden voor jullie? Ja, sowieso. Hij heeft alle talenten. Messi inhalen. Ja, hij gaat extreem moeten blijven. Hij is de GOAT van de volgende generatie. En niet Haaland. Dat kan ook, maar ik denk dat Haaland beperkter is. Haaland gaat meer matchen missen ook, denk ik. Maar hij heeft betere traptechniek nog. Mbappé kan dingen met een bal. Ja, hij is technisch nog iets verfijnder. Ja, maar we moeten er nu ook geen super zotte technicien van maken, hè? Het is vooral zijn snelheid, hè? Ja, maar snelheid. Maar hij kan dan ook nog eens... Ja, want bijvoorbeeld Núñez, die van Liverpool en Uruguay, die is even snel blijkbaar. Hè. Ze hebben die gemeten. Echt? Ja, ze hebben die gemeten en die was zelfs nog sneller. Geloof me. Maar, jawel. Als je dit ziet, ja, het kan zo zijn. Ik heb gelezen, is Gareth Bale snelheid? Toen, ja. En toch, maar die kan veel minder voetballen. Hey, die kan absoluut niet. Mbappé had ook dat overzicht. En die arrogantie... Ja, dat is ook een afweermechanisme bij die mannen. Hè. Wat moeten die altijd doen? Hè, ze zeggen ook Ronaldo bijvoorbeeld. Hij zoekt de camera. Nee, de camera zoekt hem ook. Hè. Mm-hmm. En zo is die jongen misvormd. Maar hij kijkt wel naar de schermen. Ja, maar ja. Bedoel, ze hebben hem ook direct in beeld. Ja. Maar rivaliteiten op het veld moeten voor mij altijd functioneel zijn om een bal bij iemand te brengen. Dus je mag niet op een bal gaan staan. Niet op een bal gaan staan. Antonie van den Borre. Ja, in de hoek aan de cornervlag was dat. Hè? Nee, Messi is al... frivol zijn om aan het doel te geraken. Maar geen... Neymar irriteert mij daar ook in. Mbappé ook. Ronaldinho? Die mag alles. Iets positiefs over Mbappé dan wel, aangezien je zeker van bent. Hij heeft al een paar keer moeten poseren met de man van de matchtrofee. Ja. En hij draait die altijd zo om, zodat dat Budweiser niet in beeld komt. Wij zeggen het nu, Budweiser. Ja, het is, iedereen ziet het toch inderdaad, overal als je naar de matchen kijkt. Hè? Hij maakt eigenlijk meer reclame. En hij is betaald door Budweiser misschien. Nee. Hij is bereid om de boete te betalen zelf. Hè? Maar hij komt ook niet naar persconferenties. Soms en dan betaalt hij gewoon de boete. Niet de bond, hij heeft dat zelf opgeëist. Zij moeten dat niet voor hem betalen, vindt hij. Maar hij kan het zich wel permitteren. Giroud heeft het record gebroken nu. Ja. Hij is alleen topschutter van Frankrijk. Waar rangschik we hem in de legendarische spitsen van Frankrijk? Nergens. Nergens is heel, heel grof. De 50 zeker. De top 3 zal hij niet halen. En wie is de top 3 dan? Ja, Henri is daar zeker bij. Platini, maar dat is geen spits. Platini is niet echt een spits, maar... Trezeguet? Oh, Benzema? Trezeguet was nog iets beter dan Giroud. Bewegelijker en zo. Benzema? Ja. Benzema zeker, De afwerkingskills van Giroud zijn toch wel top. Maar ik vind een hele goede voetballer. In die 16 meter is dat. In de 16 meter is hij loopt niet heeft goed, hij wel iets hij geniaals. Hij kopt ook goed en hij maakt spectaculaire en mooie goals. Nee, Giroud is... Hij had vandaag weer een spectaculaire goal gemaakt. Hè? Ja. Als hij niet wordt afgekeurd. Jomaal. Dat moet toch altijd tellen. Maar hij heeft niet gescoord op dat WK in Rusland. En dat wordt hem dan aangevreven en uitgelachen. Maar hij neemt wraak. En dat lijkt me wel een getapte kerel. Zo, ja, heel de ploeg kan heel goed mee om. Maar hij heeft weinig discussie rond zijn persoon. Het aura van een topspits heeft hij niet. Meer en meer. Doordat hij altijd bevestigt in zijn positie, krijgt hij wel de aura. Want ik zag hem vandaag en ik dacht, hé, daar staat wel Giroud. Terwijl drie jaar en hij is nu wel ontspannen. In Rusland was hij veel gespannender. Ja. Hij wou dat doelpunt maken, dat kwam er niet. En nu, hij is gelukkig. Er was nog een record trouwens vandaag, want Hugo Lloris heeft nu de meeste caps ooit, heeft Thuram geëvenaard. 142 caps. Wow. En ook de meeste WK-matchen ooit voor Frankrijk. Heeft er 17 gespeeld, zijn er evenveel als Henri en Barthez. Dus... Is dat verdienstelijk als keeper om de meeste caps te hebben wat dan een speler? Wat vind jij? Bij België ken minder van voetbal, maar is een keeper niet iemand die minder blessuregevoelig is, ja, maar je kan ouder worden, langer meespelen. We moeten de statistieken... Ja, maar en je valt zelden in, hè?
als aanvaller. Als dus? Jij begint als aanvaller en ik zit op de bank en ik val in, heb ik ook een cap. Ah, ja. En de reservedoelman speelt wel nooit. Dus ja, je moet wel echt de nummer één zijn om aan veel caps te gaan. Ik denk dat keepers sneller aan veel caps geraken. Ja, maar die gaan langer mee. Chilavert en zo. Over keepers gesproken, Chesney, hij ligt er nu wel uit. Zeer overtuigend toch, dit WK. Ja. Ook al kreeg hij wel echt veel doelpunten. Ik vond dat eerste doelpunt toch dat hij wel raar deed. Ik denk dat hij al weg was naar een andere kant, want Mbappé doet dat knap. Die kiest toch de eerste hoek. Krijgt alle tijd van Glick en company. Ik snap dat niet. Maar hij ging... Ja, waar zat Chesney dan? Moet je aanvallen. Die mocht de bal gewoon juist leggen. Ja, je mocht... Ja, maar dat is... Hij nam zijn tijd, hè. Ja, Glick kon dat gewoon niet aan. Nee, die was ook naar de andere aanvaller aan het kijken. Ja, Glick loopt mee met Giroud, ziet hem Mbappé komen, doet waarschijnlijk een beetje Giroud zijn broek. Giroud trekt eigenlijk de ruimte voor hem. Links, rechts. Dat had ik niet door. Ik vond dat niet Chesney's. Het was zo goed afgewerkt. Ja, het was fantastisch gedaan, maar ik denk dan toch, ja. Wat een slechte 1-8e finale tot nu toe, maar we hebben wel al twee topaffiches in de kwartfinale. Ja. Engeland-Frankrijk, daar kijk ik wel echt naar uit. Ja. Ik heb ook vandaag pas ontdekt dat die op dezelfde dag worden gespeeld. Dus we krijgen twee kwartfinales op één dag. Ja. Dus we krijgen gewoon twee wereldpartijen vier uur op één en dag. Acht uur. En Evert, jij zei, dat de Belgen uitgeschakeld waren. Het toernooi begint nu pas echt. Maar ik las ook dit van een Amerikaanse journalist. Die zei van ja, het toernooi begint eigenlijk pas echt in de kwartfinales. Hebben we vandaag boven hier ook tegen elkaar gezegd? Ja. De favorieten winnen eigenlijk vrij makkelijk. Ja. En vandaag nog makkelijker dan gisteren. Hey, Argentinië, Nederland en Frankrijk, Engeland, daar ga je wel echt voor zitten. Hè? Je kunt toch niet zeggen, zeker zeggen wie dat gaat winnen? Nee, nu wordt het goed. Hè, ja, dus, ja. Sam, ik zou me willen richten tot de FIFA. Maar via u dan. Ja? Ik heb een middel gevonden om het voetbal terug attractief te maken. Oké. Okay. Mag ik het voorstellen? Dat mag je zeker voorstellen. Dus we hebben vandaag een heel saaie match moeten ondergaan. Daar zijn we toch allemaal... Ja. 90 minuten van je leven. Het is een hele simpele regel. Je mocht 5 wissels doen, toch? Op 3 wisselmomenten. Oké, we gaan naar 4 wissels gaan van je eigen ploeg. En dan mag je 1 wissel doen bij een tegenstander. Maar laat het bezinken, het klinkt onnozel. Maar wanneer? Maar ja, eerste minuut. Daar ben ik nog niet uit. Ik wil dat met jullie bespreken voordat we naar de FIFA gaan. Maar beeld u in... Je mag ineens in een 33e minuut Giroud eraf halen en dan mag de trainer van Frankrijk een Giroud-achtige. Dus niet de keeper. Hij mag dan de ook... trainer van de ploeg mag wel de vervanger kiezen. Ja. Dus ik mag niet zeggen Courtois eruit voor Dries. Hij mag wel zeggen Courtois eruit. En dan mag Martinez of de nieuwe Martinez, Wesley Song, daar dan wat daarop stellen. Maar dan gaan alle wereldsterren eraf. Ja, of die beginnen al op de bank. Maar voelde niks kribbelen in mijn buik? Nee, maar het zou van mij alleen mogen vanaf de... tweede helft. Zie, dat vind ik een zinvolle toevoeging. Nee, echt. Denk al meteen mee. Dus je leest het spel in een 1, dan heb je even pauze en dan... Want anders kun je het in een tweede minuut doen, dat heeft niet veel. Ja, maar Messi-lover. Messi gaat er altijd worden afgehaald. Dat waren de kleine lettertjes. Die regel geldt voor iedereen, buiten voor Messi. Oké. Okay. Maar dat is toch... We moeten dat voorstel naar Qatar krijgen. En wanneer maak je het bekend? Voor de match of tijdens de rust? Nee, maar... Onder een omslag, maar ik was ook aan het denken... Onder een omslag. Je zou Messi eraf halen, maar misschien toen hij nog bij Barca zat, zou je Dani Alves er kunnen afhalen, want dat is de aanspeler van Messi. Dus het blijft een technische keuze. Ja. En als jij zo zegt, ik haal Messi er niet af, laat jij met een beste ook staan. Je kunt een akkoord vinden. Voilà, en dan kunnen we naar het voetbal waarin je het niet mocht. Zalig. Goed. We hebben een fantastische reporter zitten op een boot in Qatar en hij heeft ons een filmpje gemaakt van de rondleiding van die boot. Ik logeer dit WK op een boot en ik heb redelijk wat aanvragen gekregen vanuit België over hoe die er precies uitziet. Ik sta een klein beetje in de schaduw en dat is ook niet moeilijk, want het bootje is redelijk groot. Je kan deze boot eigenlijk een beetje vergelijken met een stad. En zoals in elke stad is er ook een shoppingcentrum. De Big Ben kan je hier ook zien. Enfin, de poster van de Big Ben. En boven kan je gezellig iets eten. Bonsoir, hè. Bonsoir. Bonsoir, zegt ze. Vriendelijke mensen hier. Je kan gaan voor een simpel pizzatje. Mexicaans. Je kan ook iets chic gaan eten, maar er zijn wel niet zo heel veel obers aanwezig. Hallo. Dit is de promenade. Dat heb je wel eens op een schip, hè. Er zijn ook heel veel collega-influencers. Hi. Het is bezig. Al dat moois wordt ook vast met de broek, al had ik voor dat zicht gekozen. En hoe dichter je bij Doha komt op de boot, hoe meer Qatarese natuurlijk. Hi, sir. Ook de Britse wax zouden op deze boot zitten, maar die zitten in een afgesloten gedeelte. Gelukkig zijn er nog genoeg andere Britse borsten. Hi, sir.
Er is ook een belachelijk klein zwembadje en daar is een redder aanwezig. Do you have to save a lot of people here? Not so much. No. En voor wie het gewone zwembad wat saai vindt, is er natuurlijk ook een volledig waterpretpark. Dit is het roodzwembad waar je het s'avonds op groot scherm naar de voetbal kan kijken. Ik sta nu op de 21ste verdieping van deze boot. Als je terug naar beneden wilt, kan je de trap nemen of de lift, maar natuurlijk ook de Anaconda glijbaan die helemaal naar het gelijkvloers gaat. Voilà. Wat zeg. Voilà, dit was de boot. Ik ga nu op de Zwarte Markt tickets zoeken voor Engeland-Senegal. Dag! Oh. Weer een fantastische bijdrage van Karel. Ik heb Dries nog niet vastgekregen, maar dat lukt misschien wel in deel 3. Pedro, mogen de mensen weten dat je binnenkort met een tv-quiz komt? Wat, serie? Nee, dat is niet de bedoeling. Zie, maar wat is dat voor een programma? Ah, niet? Nee, maar ja, oké. Oké, vergeet wat je zegt. We gaan hier quizzen, alleszins. Ja, hier wel. Het is een fameuze... Nu direct al. Het is een fameuze WK-quiz, daarom dat jullie die bordjes gekregen hebben. En hij noemt Winkelmans versus Raas. Heet. Hij heet... Fuck, je zei het nog. Echt. Goed, iets wat mijn mama ook heel de tijd zegt. Ja. Maar goed. Wat, de Winkelmans Raas? Nee. Ga je mij assisteren, Pedro? Zeker, top. Zeker. Eerste vraag. Shit. Welk Afrikaans land nam als eerste deel aan de eindronde van een WK? Oh, makker. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Hij doet een klok na. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Dat is hele goede audio voor de podcastluisteraars. Voilà. En de antwoorden? Evert zegt... Tunesië. Congo. Allebei fout. Het was Egypte in 1934. Ik noteer 0 punten voor Raas Frank... 0 punten voor Evert. Moeilijke vraag, Mat. Moeilijk, ja. Welke speler heeft het record voor het meest gespeelde matchen op een WK? Meest gespeelde matchen? Ah, die Boffin. Ik heb mijn bril niet op. Maar ik kan wel schrijven. Lothar Matthäus. Matthäus. Maar allebei juist. Echt? Weten jullie ook hoeveel? Nee. 25. Oef, dat is veel. Welke doelman heeft het record voor het meeste saves in één match op een WK? Ah, wacht. Zo'n goede vraag. Ah, fuck. Dank u. Ik heb ze niet bedacht. Dat is echt gewoon... Tegen België. Ah, fuck. Ik heb Courtois. Tegen Brazilië. Het was Tim Howard. Sterk. Tim Howard. Tegen sterk. België. Ja, sterk, sterk. Raas neemt een voorsprong. Ja. Raas 2, 18, Evert 1. 18, 7. 16. 16. Ja. Ik neem een punt weg bij Raas. Nee, pas vanaf 1954 speelt Brazilië in geel-blauw. Welke kleur hadden ze daarvoor? Blauw-geel. Het shirt dan, hè? Het shirt. Ja, het shirt. Ik zeg groen. Groen wordt gezegd. Groen, groen wordt gezegd. En het was wit. Oh, dat was mijn tweede keuze. 10 punten. Laatste vraag. Op welk WK werden het minst aantal goals per match gescoord? Ja. Het is 2-1, het is razendspannend. Razendspannend. Dat is mooi. Heel, Dennis, heel mooi. Iemand die het opmerkt. Heel mooi. Voilà. Italia 90. 90. Absoluut. Allebei juist. 1-0 voor Frank Raas in de Frank Raas versus Evert. Terechte overwinning. Terecht 34 Egypte. Ja. En wie speelde toen de finale? Maar van wie is de quiz, Frank? Want... Ja, maar ja. Gaan we het hier overnemen? Mijn vragen. Finale, ze denken mij te kunnen pakken met zo'n quizje. Italië zeker? Wij willen nu absoluut Italië niet pakken. Heeft gewonnen. We willen tegen wie? Benutten. Was het tegen Uruguay? Tegen Tsjechoslowakije, volgens mij. We gaan een alternatief quizje spelen dat niet was voorzien. Hoe heet de huidige WK-bal? Huh? De Al-Rahli. De voorgaande WK-bal. Telstar. De voorvoorgaande. Brazuca. De voorvoorgaande. Nee, Jubilani. Jubilani. Ja, dat is goed. De voorvoorvoorvoorgaande. Teamgeist. Kijk hoe. De voorvoorvoorvoorgaande. Hoe zit dat in twee? In welk land? Nu 2002. Japan. Nee, weet ik niet. Kunt je afmaken? Fever Nova. Bam! 1-1. Raas. Evert Winkelman. Hij is quizmaster. Jij telt. Ja, en ik heb het wel meer voor Frank dan voor Evert. Straf, Dennis, hè? Misschien moeten we ons All-Star-team er eens bij halen. Ja, eindelijk. Ja, het is de moment. Sinds gisteren veranderd. Twee Belgen eruit, twee Nederlanders erin. Noppert is nu onze keeper. Onze defensie bestaat uit Sandro, Ake, Gvardiol en Hakimi. Daarvoor hebben we Gavi en Musiala. Op de flanken Mbappé en Saka.
En onze spitsen zijn nog altijd Richarlison en Mbolo. Dus, Mbolo staat er nog maar 2 dagen in, hè? Ja, nog altijd Richarlison okay. En Mbolo. Die nog altijd ging alleen over de Braziliaan. Dus nog 1 speler erin die aan naar huis is, dat is Musiala. Frank, wie wil jij erin? Wie mag eruit? Pedro mag beginnen. Pedro mag beginnen. Ja. Pedro, dan excuses. Maar ik zou mij willen distancieren van dit programma. Omdat Pedri... jullie zijn voetbalkenners. Je hoort hem, maar wie haalt je eruit? Maar waarom staat hij daar niet op? Wie haalt je eruit? Musiala of Gavi? Gavi niet, hè. Dus Musiala haalt je eruit voor dit WK. Dit WK. Jongens, let op mijn woorden. Pedri maar het is... gaat over wat je al gezien hebt, hè. Ik heb gezien, want ik heb gisteren nog met... en ik denk dat het voorover is. Oh, sorry. Ik word zenuwachtig als Pedri wordt erkend. Dat is de greatest of all time. Ja, maar we gaan tegen Japan. Dat was echt. Maar ik ben ook blij dat hij er nu zou inkomen als Pedri hem, als Pedro kiest. Voilà. Dus Pedri in plaats van Musiala. Ah, ja, maar dat is mij mee, maar jullie hebben dat ook... Het is jouw keuze. Dus jij mocht de call doen. Dus Pedri in plaats van Musiala. Ik vind het heel jammer dat Musiala eruit gaat. Ik ook. We gaan hem missen. Ja, ik ook. Maar goed, Bellingham zal Pedri er wel uitgooien. Dus. Oh nee, dus jullie kunnen nu de mijne eruit gooien. Frank, het is aan jou. Dus ik kan nu Bellingham brengen. Ik kan u Bellingham brengen. Ja. Ja. En wie staat er nog op het middenveld? Gavi en Pedri. Allee, Frank. En wie staat er in de goal? Noppert staat in de goal. Ja, daarvoor hebben we dus Mbappé, Saka en Bolen en Richarlison. Frank, jij bent zo'n goede mens. Noppert is belachelijk. Ik kan hem dat niet aandoen. Frank, ik wou eigenlijk Pedri eruit halen. Nee! Jude Bellingham, maar ik doe het vandaag niet. Ja, maar doe Jude wat je Bellingham. Wil, Frank. Jude Bellingham. Je kan ook een van de spitsen eruit halen en Bellingham op de noem die nog eens allemaal. Nu hebben we Richarlison en Mbolo als 2 spitsen. Ja, Mbappé en Mbolo eruit dan. Hè. Mbappé staat er niet. Mbappé staat erin, en Mbolo staat er ook in. Maar... Richarlison staat mee vooraan. Godverdikke, dat is moeilijk. Bellingham kun je in de spits zetten. Ik kan alles. Ik kan op 10. We hebben het vandaag gehoord. Dan ze... Bellingham in de spits. Goeie, Frank. Richarlison of Mbolo? Mbolo eraf. Mbolo eruit? Ja, het kan niet, want hij speelt niet in de spits, maar we hebben daar straks vernomen. Hij kan het wel. Er gebeuren rare dingen, jongens. Straks is het Sporza elftal geloofwaardiger. Dat de droomopstelling. Ja. Nee, maar Bellingham moet erin, maar ik durf Pedri er niet uitgooien. En Gavi eigenlijk ook niet. Het zijn de 2 parels van 2K en we zullen praten na de finale. Nee, ik ga hard zijn. Gavi eruit. Bellingham. Wauw, mooi. Heel mooi. Sorry. Je hebt hem te hard op zijn zenuwen gewerkt. Nee, maar ik weet dat. Ik moet eerlijk zijn met de werkelijkheid. Voilà. Oké. Okay. Frank, minder nieuws. Pelé ligt op sterven. Ja, is niet goed. Is jij al lang... hebt alle legendes gezien. Is Pelé de echte GOAT? Ja, zeker van zijn generatie. Maar eigenlijk, Pelé kon alles. Was altijd in evenwicht. Kon links, kon rechts. Hij kon veel beter koppen dan de GOATs van nu. Je hebt dat doelpunt gezien, WK-finale 1970. Dat was onwaarschijnlijk. Hij kon echt cursus geven van, in alle onderdelen van het voetbal. Was ook zeer snel. Liep de 100 meter in 11 seconden of iets minder zelfs. En ik heb hem ooit geïnterviewd. Wat ik niet kan zeggen van Messi, nog van Maradona. Er was ooit de film Escape to Victory. Ja, legendary. Een soort oorlogsfilm waar de krijgsgevangenen dan tegen de Duitsers moeten spelen. Ze mogen niet winnen, maar ze doen het toch. En Stallone in de goal. Paul van Imst. En dat was een conferentie, een soort persconferentie. Een voorstelling voor de Belgische... En dat was Pelé op Anderlecht. En al wandelend heb ik een vraag gesteld en heeft mij geantwoord. Weet je nog wat je gevraagd hebt? Nee, geen idee. Hoe was het om die film te doen? Belachelijke vragen wellicht. En Ardiles, die speelde ook mee. Bobby Moore speelde ook mee. Maar Paul van Imst ook, hè? Ja, Paul van Imst, ja, natuurlijk. Ja, jij hebt een interview gehad met Pelé, maar jij weet totaal niet meer wat je daaraan gevraagd hebt. Maar dat ging over die film. En hij was al aan het wandelen. Hij is niet gaan stilstaan, dat weet ik nog zeer goed. Je hebt hem aangeraakt. Dat weet ik niet meer. Dat is een schouder, denk ik. Ja. Wauw. Ja, Pelé aangeraakt en Maradona aangeraakt. Nostalgiezolder gaat ook over Pelé vandaag. Ja. Over 1970, het beste Brazilië ooit misschien wel, waar Pelé de ster was. Het beste landenelftal ooit, ja. Oké. Okay. Heren, dikke merci voor te komen. En aan de kijkers en luisteraars, geniet van de zolder van Evert. En we zien jullie morgen. Bye. Frank, welkom op mijn zolder. Dat is hem dus. Ik heb een vraag voor u. Wat weet je van het WK 1970? Dat in Mexico was en dat Brazilië daar gewonnen heeft met 4-1 in de finale tegen Italië. En dat Pelé daar de patroon van het elftal was. En dat het Braziliaanse elftal wellicht het allerbeste nationale elftal ooit is geweest in de geschiedenis der mensheid. Het is al heel duidelijk dat jij de geknipte gast bent voor deze nostalgiecorner, want ik heb iets uitgekozen speciaal voor u. Van toen. Ik hoop dat je er heel warm van gaat worden. Ja. Ik heb hier een doos, Mexico 1970. Ja, dus ja, dat weet je al. Ja, dat... Dus je mag het uit het plastiekje halen. Hè. Dus Vitaloro. Je mag het aanraken. Vitaloro, hè.
Een scheidsrechter, de Belgische scheidsrechter. Ik kan dat ook. Dat je dat weet. Dat je dat weet. Ik heb nog nooit eigenlijk van die naam gehoord. Ja, dat was toen het nummer 1 van de Belgische scheidsrechter. Het is dus een originele foto van toen met Vital Leroux en Pelé erop. Pelé, uiteraard, ja. En ze zijn gehandtekend. Dus Vital Leroux, ja. Pelé heeft er zijn handtekening op gezet en Vital ook. Het komt uit zijn privéarchief. Meneer Leroux wel. Meneer Leroux. En je ziet ook op de foto dat ze ergens wel een klik hebben. Ja, de amicaliteit was toen heel anders. Hè. Er was geen VAR, uiteraard geen VAR. Maar er was ook minder reglementering. En dat was meer op het gevoel nog dat die mannen floten. Maar het is wel Pelé waar hij naast staat. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is, ook al op dat moment wist toch iedereen dat dat een van de beste spelers... Aller tijden. Ja, toen was hij al... Een beetje op alleen retour nog niet, maar wel... Ja, hij had al gespeeld in 58, 62, hij 66. Hij had al twee WK-titels. Ja, ja. Maar in 70 hebben ze een fantastisch elftal. Want de Italianen komen in de finale 0-1 voor via Boninsegna. En dan zijn de Brazilianen daarover gewalst. Eerste doelpunt van Pelé. Fantastische kopstoot. Deze foto is genomen met een kwartfinale. Brazilië-Peru. Leroux en Pelé hebben een klik gehad. Ja. Want Pelé heeft hem... als scheidsrechter uitgenodigd op zijn afscheidsmatch bij de Seleção. Dat wist ik niet. Brazilië-Jugoslavië. Hmm. Het afscheid van Pelé bij Brazilië. Dat leer ik ook eens iets. Ja. En die nodigt een Belgische scheidsrechter uit om die wedstrijd te leiden. Ja, maar dat zal goed. Leroux was een zeer... Dus dat moet je toch wel enorm... Een zeer bazige scheidsrechter. Dat bestond toen nog. Ja, ja, je ziet ook al die foto hier. Ja. Je bent wel onder de indruk van dit kaartje. Ja, ik ben zeer onder de indruk. Ja, ja, ja. Ja, maar handtekening van Pelé, hoe vaak kan je dat echt hebben? Mag ik dat echt hebben of moet ik dat teruggeven? Nee, het is van een onwaarschijnlijke fan van de Rode Duivels die alles verzamelt. En het kaartje is wel... Kan ik niet opeisen. Maar ik denk dat jij de man bent die op mijn zolder is gekomen met de allermeeste kennis ooit. Dus bedankt Frank om al uw kennis met ons te delen. Ja. Ik zou zeggen aan de kijker, tot morgen. Tot morgen dan, hè.